Als Nederlanders kozen we de vruchtbare delta als vestigingsplaats. Een groot deel van de gronden was nat, drassig veengebied. Met greppels en slootjes werd het veen ontwaterd en gingen we voedsel verbouwen. Op natte, zure veenbodem gedijen aardappelen en granen slecht. Veeteelt bood oplossing. En zo werd honderden jaren geleden een agrarische traditie geboren. Koeien zijn inmiddels één met het Nederlandse polderlandschap. Maar om te kunnen boeren moeten weides droog blijven. Daarom werd het water weggemalen en het gebied omringd met dijken. In 1300 werd het eerste waterschap opgericht om deze taken uit te voeren. Het overtollig water werd weggepompt door watermolens. Al snel blijkt dat droogmalen van veengrond niet zonder gevolgen blijft. Als veen wordt drooggemaakt, oxideert de toplaag en daalt de bodem. Om toch droge voeten te houden, moet het waterpeil worden verlaagd. Een vicieuze cirkel die resulteert in een steeds verder dalende bodem. Hoe meer de bodem daalt, hoe hoger de aangrenzende rivieren komen te liggen. Dijken moeten ten opzichte van de polderbodem steeds steviger worden. Sommige gebieden ontstaan opbarstingen. Dit zijn grondwaterwellen in slootbodems of op percelen. Duidelijk tekenen dat de fysieke eindigheid van de grond bereikt is. En dat heeft niet alleen gevolgen voor veeteelt, ook mensen ervaren de nadelen. Ongefundeerde huizen zakken. Gefundeerde huizen op houten palen houden het ook niet goed. Deze houten palen dreigen aangetast te worden omdat ze niet meer onder water staan. Om houten paalfunderingen nat te houden zijn extra voorzieningen nodig. Denk aan een soort ringvaart, om zo het grondwater onder huizen hoog te houden en houtpaalrot te voorkomen. Slappe grond heeft een slechte draagkracht. Zware wegen en rioleringen zakken weg, ook onder water. Dat zorgt regelmatig voor extra groot onderhoud en schadeherstel. En dus hogere kosten. Het steeds aanpassen van ons waterpeil kost geld en wordt alleen maar duurder. Tot welke grens blijft het investeren van gemeenschapsgeld acceptabel? Een afweging die per situatie moet worden gemaakt. Bodemdaling heeft ook invloed op ons klimaat. Oxidatie van veen draagt voor 2% bij aan landelijke uitstoot van CO2. Nederland werkt aan oplossingen. Het heeft zich verplicht CO2-productie te verminderen en werkt aan internationale afspraken om ons klimaat bestendig en leefbaar te houden. Eén ding weten we zeker. Onze droge veengrond is eindig en daarmee ook de huidige gebruiksvorm van veeteelt. Deze veeteelt verdwijnt in de meeste gebieden niet overal op hetzelfde moment. Niet binnen 10 jaar, maar wel in de toekomst. Na 1000 jaar ligt er een nieuwe, stevige uitdaging voor ons. Een zoektocht naar andere, nieuwe gebruiksvormen. Zien we straks polders met natte landbouw? Of visteelt op kavels? Doe en denk mee vanuit jouw eigen rol en mogelijkheden. Op naar een aangepast Nederlands polderland, waarin we veilig en met kwaliteit leven. Bewegen op slappe bodem.